Kinderen uit Beek mochten woensdagmiddag stemmen. Niet op de gemeenteraad of het Europees Parlement, maar op een ontwerp voor een nieuwe speeltuin. Binnen no time hadden vele tientallen kinderen het stembureau op basisschool De Biezenkamp bezocht. En ook wethouder Irma van der Scheur van de gemeente Bergendal was bij de stemming aanwezig. Nou, dit idee is een tijdje geleden, toen we bezig waren in Bergendal, tot stand gekomen. Toen praten we eigenlijk met de bewoners van, goh, de speelplek zou opnieuw ingericht moeten worden. En hoe zouden we dat nou het beste aan kunnen pakken? Want wij kunnen het wel van achter het bureau bedenken, maar het is natuurlijk voor de kinderen. En toen kwam het idee van, goh, ga het via de school doen. En nou ja, dat hebben we nu hier ook gedaan. En dat werkt prima. Het is ook hartstikke leuk natuurlijk. We hebben het echt officieel gedaan. Dus ze krijgen een stempas. En vervolgens moeten ze die inleveren. Dan krijgen ze een stembiljet. We hebben ook stemhokjes en een stembus. En ja, we doen het ook na schooltijd. Dus dan is het ook laagdrempelig in de school. Dus dan is het ook heel makkelijk om te komen stemmen. Dus we maken het ook zo makkelijk mogelijk. Dit is een kraaiennest. Daar ga je in zitten. En dan kan je heel erg hard gaan schommelen. Dan kan je met meerdere personen in zitten. En wat vonden de kinderen er tot nu toe van? Heel leuk, maar sommigen vonden het ook heel raar. Voor de zomervakantie rond 3 juli moet het gerealiseerd zijn, dus het gaat ook best snel.